Als je het niet doet, dan jaag je een keer doorheen. Moet je gewoon doorlopen, hoor. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1, een 6-jarige veulenboekmerrie. Merrie die voldoende rasuitstraling heeft, zou iets meer behang mogen hebben, iets meer expressie in het hoofd. Wel een goede halsvorm. Merrie die in bouw beschikt over een goede sterke bovenlijn, goede schouderpartij en een lang kruis die iets minder hellend zou mogen zijn. De beenstanden zijn correct en het beenwerk is voldoende droog. De merrie stapt met voldoende ruimte en takt, zou daarbij meer buiging in het spronggewricht mogen tonen, waardoor de stap actiever wordt. In draf toont de merrie een hoog ritme, zou meer tot dragen mogen komen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number one, she is accepted in the studbook with a third premium. Naar beneden.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Catalogus nummer 3 is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Het hoofd heeft voldoende expressie. De merrie zal wat meer behang mogen hebben. De hals heeft voldoende lengte. De nek zal wat langer mogen, waardoor de hoofd-halsverbinding wat lichter wordt. De merrie beschikt over een goede bovenlijn, goede schoft-schouderpartij. Ook een lang kruis, die wat minder hellend zou mogen zijn. De merrie doet misschien iets gerekt aan. De merrie beschikt over royale hoeven en voldoende droog beenwerk. Qua beenstanden zouden we het voorbeen graag minder hol zien en het achterbeen graag iets minder gehoekt. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik en heeft voldoende ruimte en takt. In draf zouden we graag zien dat de merrie iets meer tot dragen komt, iets meer oprichting toont. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 3, she is accepted in the studbook and with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Een merrie die wat rasuitstraling betreft iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook de hoofd-halsverbinding mag lichter door meer neklengte. De merrie die zou opwaartse gebouwd mogen zijn en ook wat sterker in de aansluitingen. Het beenwerk royale hoeven en is voldoende droog. Het achterbeen is wat rechtgesteld. In de stap toont de merrie voldoende ruimte, maar ze zou wat resoluter, overtuigender wat takt betreft mogen stappen. In draf waardeert deze merrie zich op met veel zweefmoment en voldoende balans. Een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook with a third premium.
hup, braaf, hè. Ja. Even stilzetten, even stilzetten. Oh, ga buiten. Oh, even rustig. Goed zo. Oh ja. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Mary die opvalt door haar zeer fraaie voorhand. Mary beschikt over een edel hoofd, een hele lange hals, veel behang. Dat maakt dat ze veel rasuitdrukking heeft. Ook een hele sierlijke belijning met veel ronde vormen. Als we naar de bouw kijken, dan zou de Mary iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Ook wat sterker in de verbindingen. Beenwerk is voldoende droog. Voorbeen is iets hol. De stap zou overtuigender mogen, is af en toe wat kwetsbaar. In draf toont de Mary voldoende techniek. Het achterbeen wordt voldoende krachtig onder het lichaam geplaatst. Maar de Mary mag meer tot dragen komen. Vanwege het fraaie exterieur van deze Mary wordt deze Mary opgenomen in het stamboek met een derde premie. En we maken haar voorlopig ster. Dus deze Mary kan in een test een stap in draf 6,7 gemiddeld halen om het predicaat om te zetten naar definitief ster. The result of number 5, she is accepted in the stud book with a third premium and is declared preliminary star. She can do an aptitude test
And she has to have on walk and trot 6.7 average to become definitive star. Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 7, de eerste driejarige Mary. Mary met een fraaie halsvorm, een mooie lange hals, een lichte hoofd-halsverbinding, wat maakt dat ze veel rasuitstraling heeft. Mary die ook sterk gebouwd is, goed in verhouding is, goede bovenlijn heeft. Mary beschikt over keihard beenwerk en ook de beenstanden zijn correct. De stap heeft voldoende tak, maar zou meer lengte mogen tonen. In draf toont de Mary een heel goed achterbeengebruik, veel balans. Kan ook schakelen daarin, heeft weinig tempo nodig. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Hey! The result of number 7. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Ik zal even wachten tot hij opgesteld staat. Het is een merrie met een voldoende sprekend hoofd die misschien iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. De halsvorm die zou wat fraaier mogen. De merrie beschikt over een goede bovenlijn die iets sterker bespierd zou mogen zijn. Merrie beschikt over hard beenwerk en ook correct gesteld beenwerk. De stap die sluit voldoende aan en heeft voldoende lichaamsgebruik. In draf toont deze merrie schakelend vermogen en krachtig gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 8, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie met een goede verticale halsrichting. En wat maakt dat ze veel rasuitstraling heeft. Een merrie die in bouw wat sterker in de verbindingen zou mogen zijn. Maar wel voldoende lang gelijnd is. Merrie beschikt over keihard beenwerk, ook correct gesteld beenwerk. Alleen de voorbeenstand zou iets correcter mogen in beweging. De merrie stapt met veel lichaamsgebruik en in een goede viertakt. In draf waardeert deze merrie zich enorm op. De merrie draaft met heel veel balans. Die vertrekt heel goed uit de bochten. Die komt in een laag tempo tot goede oprichting, tot veel gedragenheid. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Hey.
The result of number 9, she is accepted in the stud book and declared star with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Het is een grootramige, langgelijnde merrie. De merrie die zou wat lichter in de hals mogen zijn. De hals komt ook wat diep uit de borst. Wel voldoende sprekend hoofd en de hals is voldoende verticaal gesteld. De bovenlijn is sterk, ook een goede schouderpartij, goede kruisligging. De merrie beschikt over droog beenwerk. De hoeven zouden wat royaler kunnen zijn. De beenstanden zijn voldoende correct. De stap is actief. In draf toont de merrie veel gemak, veel afdruk. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een tweede premie. The result of number 10. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Thank you.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een jeugdige merrie die in zijn geheel wat ruimer gelijnd zou mogen zijn. Merrie die voldoende halslengte heeft. Iets meer expressie, iets meer rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Ook in de bouw wat sterker in de aansluiting en wat opwaartse gebouwd. Beenwerk, achterbeen is wat gehoekt. Is voldoende droog. De stap die sluit mooi aan, heeft voldoende lichaamsgebruik, zou iets resoluter mogen. In draf waardeert deze merrie zich op, toont ze veel zelfhouding. Maar als we hier naar functionaliteit kijken, zouden we ook hier het achterbeen nog meer onder de massa geplaatst zien worden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 11, she is accepted in the studbook with a third premium.
makkelijk. Ga daar maar voor. Inloop. Niet te dichtbij. Jammer af, jammer. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een langgelijnde merrie met veel behang. Een lange hals die wat verticaler gesteld zou mogen zijn. De merrie beschikt over een sterke bovenlijn en brede lendenen. Ook een goede kruisligging. Het beenwerk is droog en correct gesteld. De stap die zou meer lengte mogen hebben, meer door het lichaam moeten. In draf toont de merrie een mooi gebruik van het voorbeen en het achterbeen is voldoende krachtig. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Merrie die lang gelijnd is, beschikt over een edel hoofd, een lange hals die wat verticaler gesteld mag zijn. De merrie heeft een goede bovenlijn, zou iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Ook het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is wat recht gesteld. Ook de rechter voorbeenstand zou iets correcter mogen. De merrie zou in de stap meer lengte en die zou overtuigender mogen stappen. In draf toont de merrie voldoende souplesse, voldoende krachtig achterbeengebruik. Ook hier zou je het voorbeen iets verder weg mogen zetten. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 13. She is accepted in the studbook. En a third premium. Oh, laat me staan,
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Het is een merrie met een vriendelijk hoofd die wat verticaler in de halsrichting mag zijn. Ook wat meer neklengte mag hebben, waardoor ze meer rasuitstraling krijgt. Wat de bouw betreft doet ze wat driedelig aan. We zouden haar sterker in de aansluitingen willen zien, ook wat opwaartse gebouwd. Beenwerk, we hebben een bemerking op de kwaliteit van de linkersprong. De stap doet ze heel goed met veel lichaamsgebruik, veel ruimte. Takmatig. Ook in draf toont ze veel ruimte. Zou ze meer gedragen mogen draven voor een hogere waardering. Door de bemerking op het spronggewricht wordt deze merrie vandaag helaas niet opgenomen in het stamboek. Number 14 is not accepted in the studbook today. Doorlopen. Doorlopen. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Het is een grootramige merrie, langgelijnde merrie, die misschien iets meer jeugduitstraling zou mogen tonen. Merrie die over een edel hoofd beschikt en een goede halsvorm heeft, daardoor over veel rasuitstraling beschikt. Het beenwerk is droog, de voorbeenstand zou iets correcter mogen, is iets toontredend. De merrie die stapt met veel lichaamsgebruik en veel takt en voldoende actief. De draf heeft een goede techniek, maar blijft in een hoog ritme. Deze merrie wordt met name vanwege de goede bouw, goede rasuitstraling en de stap opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 15, she is declared star with a second premium and accepted in the studbook.
hij gaat steeds slechter staan. Ja, duidelijk. Oh, 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 oh. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Een hele jeugdige merrie die modern is qua opdruk. Merrie die beschikt over veel rasuitstraling. Merrie die in bouw wat sterker in de verbindingen zouden mogen zijn. Met name de lendenen zouden wat sterker mogen. Wat het beenwerk betreft zouden we meer kwaliteit willen zien in het beenwerk, in de bouw van de sprongen. Wat betreft de standen is het voorbeen erg hol gesteld. De stap zet het paard het voorbeen heel mooi weg en heeft een goede regelmaat. In de draf zien we ook een mooi gebruik van het voorbeen. Het achterbeen zou hierbij iets meer door kunnen treden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 16. She is accepted in the studbook with a third premium. Thank you.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 17. Het is een evenredig gebouwde merrie. Die sterk evenredig gebouwd met ruim voldoende rasuitstraling. Een goede halsrichting. Merrie die beschikt over droog beenwerk. Die voor wat onderstandig is, maar verder correct gesteld beenwerk heeft. De stap is actief en sluit goed aan. In draf toont de merrie veel houding en een krachtig achterbeengebruik. Zou misschien nog iets meer ruggebruik mogen tonen in de draf. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 17. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 18. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Die veel expressie in het hoofd heeft, een lange hals heeft. Een merrie die in totaliteit wat meer jeugd uit mag stralen. In de bouw zouden we graag het kruis wat minder hellend zien. En de merrie mag ook iets opwaartse gebouwd zijn. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen tonen. Ook de achterbeenstand is wat gehoekt. Dit is een hele grote merrie en in stap zien we duidelijk dat ze kracht tekort komt. Vaak hebben dit soort paarden nog wat extra tijd nodig om meer bespiering te winnen. In draf toont ze voldoende ruimte, voldoende buiging in het achterbeen, maar dat zou iets resoluter aan mogen treden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en dat heeft te maken, niet geprimeerd, dat heeft te maken met de kwaliteit van de stap en het beenwerk. Nummer 18 is accepted in de studboek, no premium. Nummer 19 is een jeugdige merrie, lang gelijnd, correct gebouwd. Merrie die over droog beenwerk beschikt. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap die zou meer lengte mogen tonen. Het voorbeen mag ook verder worden weggezet. Draf toont de merrie een goede techniek, veel vouw in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 19, she is accepted in the studbook and declared star with the second premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Een merrie die wat rasuitstraling betreft voldoende behang heeft. Ook een voldoende edel hoofd. De hals zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Ook zou de merrie wat zwarter van kleur mogen zijn. In de bouw heeft de merrie een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Ze zou wat meer voorbeenlengte mogen hebben. Ook zouden we graag wat meer jeugduitstraling willen zien. Het beenwerk is voldoende droog en voldoende... achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap is afgepast, zou meer door het lichaam mogen. In draf toont ze voldoende vouw in het achterbeen, maar het achterbeen zou meer mogen doortreden. Ook zouden we graag wat meer ruggebruik zien in de draf. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 20, she is accepted in the studbook with a third premium. Allemaal. Dit is goed, hoor. Dit is super.
stap hoor. Kom maar. Dan hierbij de... Oh, sorry. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Mary die correct gebouwd is. Mary die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Misschien iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat meer jeuguitstraling zou mogen hebben. Goede bovenlijn dus. Goede kruisligging. Goede schouderligging. Correct gesteld beenwerk en voldoende droog. Alleen de voorbeenstand linksvoor zou iets correcter mogen. De stap is beperkt. Zou meer door het lichaam moeten. En meer, het achterbeen zou meer door moeten treden. In draf heeft de Mary een goede techniek. Deze Mary krijgt vandaag een derde premie. Voor sterfverklaring zou de stap overtuigender moeten zijn. Nee. Nee, zit er niet in. The result of number 21. She is a studbook mare and she gets the third premium today. For start decoration, the quality of the walk should be better. Nog een veulen bij je. Ja? Ja. Hoe oud is het veulen, Willem? Bijna 4 maanden. Oké, okay. Nee, dat staat er niet bij. 25 april. Stap maar. Ja. De uitslag van catalogus nummer 22. Het is een jeugdige Mary die beschikt over een fraaie voorhand. De Mary zou in bouw sterker mogen in het middenstuk. Ook het kruis zouden we graag iets meer lengte zien hebben. De aansluiting wat sterker. De Mary heeft droog beenwerk. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De Mary stapt met veel takt en activiteit. In draf waardeert deze Mary zich ook op. Ze heeft een snel achterbeen, toont veel trit, toont veel techniek en souplesse. Deze Mary die compenseert met haar beweging de bouw en die wordt sterfverklaard met een tweede premie vandaag. Hey Willem! En de Mary heeft ook nog een veulen aan de voet. Result of number 22.
She is a 4-year-old stud bookmare and she becomes star with the second premium today. Beste mensen, bij de Stermerries gaat het erom of de merries een eerste premie of een uitnodiging voor een tweede beoordeling krijgen. Hiervoor moeten ze 7,5 gemiddeld scoren op exterieur en beweging. Deze merrie heeft ruim voldoende rasuitstraling. De hals zou iets verticaler mogen worden gesteld mogen zijn. De merrie beschikt over een goede bovenlijn, goede schouderpartij. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen is een fractie hol. De stap zou meer zuiverheid moeten tonen. In draf heeft deze merrie veel zweefmoment, veel balans en veel tact laten zien.
Deze merrie wordt niet uitgenodigd, daarvoor is de stap op dit moment te beperkend. Wel een hele mooie stermerrie. Dankjewel. Number 23 is een starmare. She doesn't get an invitation for a second inspection today. The walk was not sufficient. She had a very good trot and also a very good conformation. Catalogus nummer 24, een 12-jarige merrie die nog heel veel jeugd uitstraalt. Merrie met een edel hoofd en een mooie halsvorm, veel rasuitstraling. Merrie die in bouw een goede bovenlijn heeft, goede kruisligging heeft, die iets royaler gelijnd zou mogen zijn. Wat beenwerk betreft zou de voorbeenstand wat correcter mogen, met name in de voorknieën.
De merrie stapt helaas over coat steeds. In draf laat de merrie goed gebruik van het achterbeen zien. Voldoende zweefmoment, zou iets meer oprichting mogen tonen. Hele mooie merrie, hele mooie kroonmerrie. Bedankt voor de presentatie. De stap is helaas vandaag niet toereikend voor een tweede bezichtiging. En dat gaat dan met name over het overcoat gaan in stap. En daar kunnen we de test ook niet voor meenemen. Dus dankjewel voor de presentatie. Number 24. She doesn't get an invitation for a second inspection today. The reason was the walk. That could be better. Dan de uitslag van catalogus nummer 25. Een robuuste merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Die wat rasuitstraling betreft meer neklengte zou mogen hebben en ook wat minder onderhals. De merrie die heeft een sterke bovenlijn, goede schouderpartij. Beenwerk is voldoende droog. Zou voor wat minder week gekoot mogen zijn. Ook het achterbeen zou iets minder gehoekt mogen zijn. De stap is opvallend vlijtig en ruim, goed door het lichaam gestapt. In draf zouden we graag zien dat de merrie de rug wat meer los zou laten en ook wat meer zweefmoment. Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Hele mooie kroonmerrie, bedankt voor de presentatie, maar niet voldoende om nog een keer doorverwezen te worden. Number 25, doesn't get an invitation for a second inspection. The best point of this mare was the walk. Very length of stride was good and also good use of the body.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 26. Een merrie met een edel hoofd en ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die in de bouw beschikt over een goede bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Benenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou wat correcter mogen en ook de stand van het achterbeen is wat sabelbenig. De merrie die stapt goed, takmatig en goed door het lichaam, voldoende souplesse. Ook in draf toont ze veel ruimte en een goed gebruik van het achterbeen. De merrie die wordt niet aangewezen voor een tweede presentatie. De beweging aan de hand is eerste premie waardig, maar in de bouw komt ze daarvoor net wat te kort voor nu om doorverwezen te worden naar de tweede beoordeling. Dankjewel voor deze presentatie. Number 26 is not invited for a second inspection today. Rustig. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 27. Een hengst die als hij voor je staat een mooi silhouet heeft. Ook nog veel jeugd uitstraalt. Hengst die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Die goed gebouwd is. Goede kruisligging heeft. Hengst die beschikt over droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap toont hij veel souplesse en veel taktvastheid. In de draf heeft deze hengst een mooi gebruik van het voorbeen, is goed opwaarts en gretig, veel zweefmoment. Deze hengst wordt ster verklaard. Result of number 27, this fullbook stallion is declared star today. And stallions don't get a premium, they only can become star or no star. Thank you.
En dan ben je in het opladen, wat even. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 28. Een grootramige hengst met een fraaie voorhand. Hengst die in bouw ook beschikt over een sterke lendenpartij en een goede kruisligging. Voor het mooie zou die wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand die zou iets correcter mogen. Het paard beschikt over een stap met veel souplesse. Veel souplesse en taktvast. De draf is krachtig met veel afdruk en ook wederom veel souplesse. We zouden deze hengst graag sterren willen verklaren, maar helaas zijn de hoeven antracietkleurig. De eigenaar heeft de verkeerde spuitbus uit de bouwmarkt meegenomen. Nee, zonder gekheid, deze hengst wordt vandaag sterren verklaard. Result of number 28, he is declared star today. Wat dat bij haar gebeurt is leuk. Ja, anders kun je dat niet doen. Nee, juist, nee. Thank you.
even lange zijde uit je. Nog een lange zijde. Nummer 29, een hengst met veel behang en veel expressie in het hoofd, een voldoende verticaal gestelde hals. In de bouw zou de hengst sterker in de aansluitingen mogen, ook het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Het beenwerk mag meer kwaliteit uitstralen, ook de voorbeenstand kan wat correcter. De stap die mist helaas zuiverheid, het voorbeen is steeds te snel weg. In de draf toont de hengst voldoende ruimte, maar mag de hengst aan kracht winnen. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard. Result of number 29 is not declared star today. Kaleman. Hey. Hou vast. Dan de uitslag van catalogus nummer 30 is een opwaarts gebouwde hengst, hoogbenige hengst, die beschikt over een expressief hoofd, een lange hals. De hengst beschikt over een goede bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog, maar het achterbeen is erg koehakkig en ook sabelbenig. De stap heeft voldoende ruimte en takt. In draf zien we toch die stand van het achterbeen wat terug. Het paard heeft moeite om tot gedragenheid te komen. En dat maakt dat de hengst vandaag geen ster wordt verklaard. Result of number 30
is not declared start today. De uitslag van de tweede beoordeling van catalogus nummer 7. Een jeugdige merrie die goed in elkaar zit. Merrie die ook keihard beenwerk heeft. De merrie stapte nu overtuigender dan vanochtend. In draf liet ze het in de eerste ronde wat zitten, maar ze herpakte zich. En ze toonde weer de kwaliteiten die ze vanmorgen ook liet zien. Dat maakt dat deze merrie vandaag voorlopig kroon wordt verklaard. Hey. Result of number 7, she is declared preliminary crown. Thank you.
Hey. Oh ja. Tot slot de uitslag van catalogus nummer 9, de tweede beoordeling. Een merrie met een fraaie rasuitstraling. Een merrie die in bouw misschien wat geslotener zou mogen zijn in de bouw, maar verder een voldoende romprichting heeft. Het beenwerk is keihard. De merrie stapt met veel overtuiging. Ook in draf laat ze met name een heel mooi gebruik van het voorbeen zien, kan schakelen, voldoende opwaarts. Deze merrie die wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. The result of number 9, she is declared preliminary crown. Eén ereronde, we hebben een 1 ereronde.